Ja, dames en heren, daar zijn we weer in een donkere stad. Maar eigenlijk hoef ik helemaal nog niet te fluisteren, want we zijn nog niet helemaal op plaats van bestemming. We gaan weer een speler overvallen die een persoonlijke award gewonnen heeft. U ziet, het is weer donker. We doen het weer 's avonds. Hij weet nergens van. We gaan op zoek naar huis nummer 10. Ik zie geen naam, dus we doen het even op hoop van zegen. Ik hoor wat. Goedenavond, Diego Mar, maak wel. Goedenavond. Ja, dit is een hele mooie verbaasde blik. Ja, we staan hier om jou te overvallen. Okay. Namens de KNBSB. We hebben iets om aan jou te geven, te overhandigen, uit te reiken. Dus de vraag is of we even op dit rare moment binnen mogen komen. Ja, met camera en al. Ja, is goed. Nou, dat is mooi. We gaan naar binnen. Ook hier is het weer gelukt. Kijk, mooie kleine man in de gang. Helemaal verbaasd. Goedenavond. Kijk, twee bekende gezichten. Ja, ik zei het al, dit is een overval. We komen jullie gewoon maar even binnenvallen. Want, Jake Mar, misschien weet jij het, ik kom even bij je staan. Ieder jaar worden er individuele prijzen uitgereikt door de KNBSB. Dat hebben we een aantal jaren op een gala gedaan. Dit jaar doen we dat anders. We doen dat in het klein. Kleine vlogjes waarin we de winnaars thuis overvallen. Daarmee verklap ik al dat jij een winnaar bent. Okay. Ik denk dat ik ook wel kan verklappen dat jij niet de winnaar bent van het hoogste slaggemiddelde van Nederland. Nee, dat denk ik niet. Helaas, ik weet niet of je ervoor ging. Dit jaar niet gelukt. Nee, dit jaar niet. Nee. We zijn ook al bij iemand geweest die niet het grootste aantal gestolen honken had. Dat geldt ook voor jou. Jij hebt ook niet het grootste aantal gestolen honken. Maar jij hebt wel gezorgd dat er tegen jou niet zo heel veel gestolen honken waren. Onder andere. U weet natuurlijk, dames en heren, Jeroen Marmark wel, ster pitcher van zowel het Kingdom Team als van Neptunus. En ja, wat kan hij anders gewonnen hebben dan een bepaalde award? Maar we gaan toch doen alsof het heel verrassend is. Jeroen Marmark, ik geef jou de gouden envelop. En daar zit dan in de prijs die jij dit jaar gewonnen hebt. Okay. Alsjeblieft. Dankjewel. Je mag hem openmaken. En dan is het een hele grote verrassing. Pitcher Jeroen Marmark wel. Welke prijs heeft hij gewonnen? Oh, oké, dankjewel. Ja, hij is goed. Het is de beste werper. Daar moeten we wat cijfertjes bij geven. Weet jij wat jouw era geweest is? Dit gaat dan over de reguliere competitie. 1,24. Ja, heel goed. Ik hoef het helemaal niet meer voor te lezen. Weet je ook hoeveel winst, hoeveel losses? Ja, ik weet dat ik 11 gewonnen heb. 0 wedstrijden verloren. Ja, nou, tot zover mijn papiertjes. Die heb ik ook niet meer nodig. Daar doen we niks mee. Jeroen Mar, waanzinnig. Heel erg gefeliciteerd. Dankjewel. Maar je krijgt niet alleen de oorkonde. Er hoort natuurlijk ook fantastisch bij. En als reporter krijg je alles aangereikt. Dat is fantastisch. Deze prachtige award die erbij hoort. Hij is zwaar. Dankjewel. Dames en heren, beste werper 2018 namens de KNBSB. Dit is Jeroen Mar Markwel. Dankjewel. Maar zeg maar, ja, we zeiden al, we doen geen gala. We overvallen je. Hoe is dat om in één keer zo, ja, dit stel, ja, ik zie deze twee idioten ook, dames en heren. En ik zie mezelf gelukkig niet, maar drie idioten voor je deur. Hoe voelt dat? Ja, ik ben verrast. Ik had het niet verwacht, helemaal niet. Dus ja, ik ben blij met de prijs. Namens bedankt KNBSB. Het is iets nieuws. En na die jaren nooit van gehoord, maar ik ben er toch verrast. Nou, hartstikke goed. Ik weet niet of je er vanavond nog een goed gesprek over gaat hebben. Want er is hier iemand in dit huis die namelijk wel wist dat we vanavond zouden komen. Daar bemoeien wij ons natuurlijk niet mee. Dus denk maar, fantastisch dat je ons even binnen hebt gelaten. Dames en heren, dit was de beste pitcher. En blijf online, stay tuned voor de andere award.